Yo kijkers van Danaden, welkom terug bij The Witcher 3 Wild Hunt. We staan vandaag in Fallon. Iets anders als Skellige en iets anders als Kaer Morhen. We gaan vandaag verder met Witcher Contracts en ik ga jullie het lijstje laten zien. Ik heb het nu elke aflevering zo ongeveer laten zien. We sluiten het main quest lijstje en gaan over naar de Witcher Contracts. Er staan er super veel open, ik kan super veel dingen doen. Allemaal om en bij de 25 à 29 à 35. Dus dat verschilt enorm. En we beginnen dus met de laagste level Witcher Contract en dat is The Mystery of the Byways Murders. En ik heb daar super veel zin in, ik hoop jullie ook. Welkom terug allemaal in The Witcher 3 Wild Hunt. In Fallon beginnen we dus, bezig met de nieuwe Witcher Contract. Welkom allemaal, laat alvast die like achter en let's go! Oké, jongens, we zijn dus in Fallon. Ik heb het net uitgelegd en als je de map erbij pakt, dan zie je dat de kaart er zo uitziet. En dat we dus richting dit punt... ik had hier naartoe kunnen vestigen. Nou, misschien is dit alleen maar beter. Ik kan dus hier langs, dus laten we dat gewoon maar even doen. Come on, Roach. Misschien wel leuk om te doen. Wow, ik zie hier drowners. Maar dan echt hoge drowners, met een ander naampje zelfs. Holy shit, ik hak ze in tweeën en shit. Dat is een beetje een gekke bom die ik heb geselecteerd daar. Oké, nice. Dan zet ik het schild weer aan en ik krijg er gewoon XP voor. Dus dit is altijd... goed om deze guys te verslaan. Mooi. Goed begin van de aflevering. Oké, mijn paard wordt lastig gevallen door de drowners. Damn, het zijn het begin. Nog eentje, kom maar op. En nog één laatste, Jesus. Wow, dat was echt een heftige critical hit. Rechtstreeks in zijn rug. Meteen... oh shit, paard, verkeerde knopje. Meteen gewoon, er zijn 90% van zijn health af. Maar goed, goed begin van de video. Eventjes wat drowners in elkaar gemapt. Oké, ik ga maar gewoon rechts het bos in. Gewoon rechtstreeks richting de markering om te kijken wat er bij de Hidden Treasure is. Die vlakbij het strand ligt. Een locatie waar ik best wel vaak langs ben geweest hier in Fallon. Maar eigenlijk nooit echt de rechtstreeks op af ben gegaan om eigenlijk te zien wat ik hier aan kan treffen. Alright, het zijn gewoon simpelweg bandits. Oké. Wow, shit. Heftig. Deze man is natuurlijk weer met zijn boog bezig. Het is altijd hetzelfde hier. Is er nog een andere met een boog? Ja, daarachter. Ik moet echt wel al die gasten met een boog uitschakelen om dan vervolgens met een crossbow ze headshots te kunnen geven. Don't let him catch his breath. Oh, shit. Grof. Alright, we zetten deze aan en op deze manier kan ik ze in ieder geval damage doen. En ze ook headshots geven. Best wel lastig hoor om die guys headshots te geven. Oeh, als het goed is was dat een headshot.
Oh jammer, dat was dan weer geen headshot. Altijd hetzelfde liedje met die gasten. Sterf, joch. We'll flay your skin off. Ow! Curses. Twats casting curses. Oké, duidelijk. We hebben deze gasten nu uitgeschakeld. Ik kan ze looten, want waarschijnlijk heeft één van hen een sleutel bij zich. Nee, allemaal niet. Hier is als het goed is dan een... hij heeft als het goed is wel wat bij hem. Kijk, een sleutel en een quest. The dead have no defense. Alright, nou dan volgen we dus deze quest nu. Dan moet ik de notes lezen om extra info te krijgen over de locatie van de schat. En dat zijn altijd van die bandit notes. Ik ga ze niet compleet lezen, dat zou nergens op slaan. En dan moeten we dus ongeveer richting die kant om daar een treasure op te pakken. Het zal niet lastig zijn hoor. Oh, deze gasten, hier heb ik ook alweer ruzie met ze. Oh, verkeerde knoppie, lol. Alright, nice. Mooi gestunt. En dan heb ik hier, als het goed is, een chest. Wat zit erin? Cool, allerlei goede dingen. Behalve die gauntlets, daar heb ik echt geen zak aan. Nou, mooi. Op deze manier zijn we er doorheen gegaan. Sluiten dit tapje, zetten deze aan en gaan verder. We zijn echt super close inmiddels. Zag ik daar nou al wat vliegen? Ja hoor, hier vliegt een gigantisch beest. Eventjes kijken. Ik zal ook in mijn inventory wat andere bommen selecteren. Want de bommen die ik op dit moment heb geselecteerd zijn niet de beste. Sowieso niet. Oké, ik heb nu twee goede bomtypes geselecteerd. Ik zie daar een gigantisch beest vliegen, maar daar ga ik nog niet heen. Waarschijnlijk gaat het daar wel om, hoor. Waarschijnlijk is dat de mystery of the Byways Murders. Waarschijnlijk gaat het om zo'n gigantische Arch Griffin of zoiets. Of hoe heet dit ding? Volgens mij is dit gewoon een normale Griffin. Maar goed, ik ga niet meteen vechten met dat beest. Ik ga gewoon eerst naar de missie toe om te kijken wat we daar aantreffen. Maar ik heb in ieder geval goed voorbereid. We hebben onze signs klaar. Ik heb de goede bommen geselecteerd, dus dat moet allemaal wel goed gaan voor de rest. Wie weet is het wel iets totaal anders en is die griffin gewoon in de buurt. Want dit lijkt niet op iets wat met die griffin te maken heeft. Ja, of wel, wie weet heeft hij dit dorp wel verwoest. Nee, hier zijn ghouls. Alright, nou laten we jullie maar verslaan. Jullie zijn fucking sterk, level 23.
uit. Ik selecteer even een van die bomtypes. Nice, die is ook neer. Dan zet ik het schild aan. Ze kunnen niet heel goed tegen vuur, zie je? Nice, oké, die is ook neer. Dan gooi ik nog naar die laatste, dit. Oh, daar heeft hij helemaal niets van gemerkt. Kom maar op, hier, kom. Bam! Oké, nice. Die zijn allemaal dood. Dat is in ieder geval mooi. Find the surviving villagers. Oftewel, het was inderdaad een dorp dat is aangevallen. Laten we maar kijken. Ar, a witcher. What happened? Nilfgaardians came plundering, looking for valuables, as if we was rich. Who killed them? Couldn't have been you. I don't know. Must have been those beasts you slaughtered. This'd be the first time ghouls came to help out a village in trouble. At this rate, they'll be taking jobs off the notice boards before long. That's how it was. I dwell on it. You're hiding something. Gonna find out what it is. There's not here. Black ones didn't even find anything. Out of my way. Oké, dit is best wel tof op zich. Om ze zo aan te spreken, zeg maar. Greetings. Godspeed to you. Ja, dat zal vast knul. Laten we even kijken wat er in deze chest zit. Wie weet verbergen ze wel wat. Nou, daar zit gewoon bread en ik ga geen brood van hun stelen. Hoe slecht mensen ook zijn, ze moeten wel wat kunnen eten, toch? Ja, dat vind ik ook. Right, ik zal hier denk ik verder moeten zoeken. Wat is hier gebeurd? Strong enough to crush armor. Misschien zijn ze wel niet eerlijk over die griffin die zo nu en dan heen en weer vliegt hier. Of er is iets anders gaande. Voor de rest zou ik het ook niet weten. We kijken wel gewoon verder of we nog aanwijzingen vinden. Hier is nog wat, een hond. Ghouls tore the dog to bits. Soldiers died some other way. Oké, tot nu toe klinkt alles best logisch en is het niet heel mysterieus. Het is gewoon best wel een normale slachtoffer. Ground to the ground with great force, internal hemorrhaging. Scent of blood still strong. Ought to follow it. Nou, wie weet hebben hun er wel wat mee te maken. En is hij bijvoorbeeld een vampier of een weerwolf? Dat zou natuurlijk wel kunnen in deze game. Op dat vlak is eigenlijk alles mogelijk. En stel hij is naar zijn normale staat teruggekeerd, zeg maar. Dan zie je niet echt dat we te maken hebben met een weerwolf. Maar goed, ik moet een geur volgen. Geur van bloed. Dus dat doe ik dan ook. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Oké, hier is een hond ook nog dood. Laat de geur niet eens verder. Wacht eens even, de geur begon hier. En gaat dan... Nee, dit kan ik niet voorstellen. Hij moet verder gaan hier. Aha, de geur van bloed gaat gewoon verder. Het spoor was ergens begonnen, maar ik was dus op het verkeerde spoor. Tracks lead to this house. What happened here? What do you mean? What happened? You're all still in danger, and only I can help. I'm the only one who can rid you of this threat. What do I know? Listen, you. If you don't tell me everything you know, you could all die. Understand? Is that a burden you can live with? There's tunnels beneath the village. Tunnels? Elven ruins,
We scavenge them for trinkets, small treasures. Sell them to Novigrad merchants. No one expected anything bad to come of it. We dug through some rubble, found a chamber. The beast slept inside. We felled the prop so the ceiling would collapse. Didn't bury the monster, though. Okay, dit is pittig interessant inderdaad, maar hoe zag het beest eruit? What did the monster look like? Were dark down below. Couldn't see. So how did it kill the Nilfgaardians? I ran. Couldn't watch it happen. Give me the key to the door. You'd go in. No. Wanna pour wax through its head, tell you your fortune. Now give me the key. So, correct me if I'm wrong. You dug through to the monster's lair, then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Beast killed the Black Ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village. Now I'm here. Sound about right? 'Tis as you say. Yes. I'm going down there. If I'm gone long, run. Barring the door, nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Dit klinkt super vet. Oké, we saven de game en we gaan gewoon het tunnelstelsel in. Ik ben echt benieuwd wat zich daar schuilhoudt. We zijn natuurlijk een fucking sterke witcher. Wat ik wel doe is eventjes wat honing naar binnen douwen. Zoals je ziet dat mijn held er wat bij komt. Alright, what the fuck is hier gebeurd? Fur shreds. An Ekimara. Hibernated here till the villagers woke it. Wow, een Ekimara, maar het heeft nog een speciale naam ook. Zagen jullie die naam staan? Iets met een S. We kunnen dat natuurlijk teruglezen, maar het is dus een speciaal vampiertype. En het houdt zich schuil onder de grond en die gasten hebben het wakker gemaakt. Laat ik even goed kijken. Planks can be lifted. Maar die gasten hebben het dus wakker gemaakt tijdens het graven op zoek naar schatjes. Kleine stukken sieraden, al dat soort dingen. Om dat vervolgens weer te verkopen en dus op een zwarte manier geld te verdienen eigenlijk. En dit klinkt best logisch, deze mensen hebben super weinig geld en doen alles voor geld. Totdat ze natuurlijk bij dit monsternest uitkwamen en het goed fout ging. Armor pierced. Arteries torn open. Wel vet dat hij sprak over Elven Ruins. Dat doet me natuurlijk meteen denken aan Skyrim. Daar vond ik de Dwemer en de Elven Ruins altijd super eng. Hing altijd een grimmige sfeer. In deze game lijkt het wel heel sprookjesachtig en natuurlijk ook wel eng. Enger zelfs. Maar toch wel op een coole manier. Vet. Nou, gaan we dan. Boom. Daar kan die man niet tegen. Zagen jullie dat? Holy shit. Oké, ik heb nog één zo'n bom. Dus daar kan hij echt niet tegen. Nou, laat jezelf maar zien, Knul. Bommetje naar je hoofd. Oh, fuck. Miste ik hem nou? Nee, ik heb hem niet gemist. Kom. Oh, jammer. Net te vroeg. Oké, ik zet mijn schild weer aan. Dan maar die manier. Dan pak ik de andere bom erbij. Want hij kon niet tegen vuur. Jullie hebben het allemaal gezien. Ah,
gaat hij het over zijn hoofd gooien, hoor. Oh, nog steeds fire damage. Nice. Zie, hij kan er gewoon in gaan staan, omdat het een bomtype is. Okay, sick. Kijk hoe al die mensen hangen, joh. Holy shit, het is een best wel kwaadaardige papier blijkbaar. En hij is neer. Nou, dat was de vampier, jongens. Ik heb trouwens niet eens gepraat met hem over een reward. Oké, hier is nog een chest. Goed dat ik verder kijk. Ik heb echt niet met hem gepraat over een reward. Waar ik wel benieuwd naar ben, is het item dat ik heb gekregen van die Akimara. Dat gaat om dit item. Wow, het is een steelsoort dat nog beter is dan het huidige steelsoort dat ik heb. Dus wat we gaan doen, eerst volgende keer dat we bij een blacksmith zijn... halen we eventjes die runestones uit die sockets van het andere wapen. Zodat ik het niet zomaar wegdoe. En dan zitten al die runestones er nog in. Dat zou zonde zijn. Dus we gaan even kijken wat het voor dingen heeft. Yarden sign, critical hit, chance to cause bleeding. Oké. Dat soort dingen. En dan kan ik deze er op zich wel opzetten. Stun. Nice. En wat heb ik nog meer? Nog meer stun. Poison. Poison is ook altijd wel cool. Oké, ik laat er dit keer gewoon 2 op. Normaal pleur ik er 3 op, maar dit is wel prima. En het gaat dus over het steelsoort, hè. Kijk, dit is hoe die eruit ziet. Wauw. Fucking gruwelijke vorm. Jullie zien het, hè. Het is echt mooi gemaakt dat je zoveel verschillende zwaardtypes hebt. Moet ik hier uit? Nee, hier mag ik er niet uit van die game. Maar goed, waar ik het dus met jullie over had. Helemaal geen reward besproken. Wat als hij me vet weinig gold gaat geven? Dan word ik echt pissig. Gods, he lives. Found an Akimara hibernating underground. It was old. Must have been asleep for centuries. An Akimara? Vampire. Won't trouble you again. You cut off its head, drive a stake through its heart. Did what I had to. Don't go down into those tunnels anymore. Akimara aren't known to be loners. We didn't hire you. Still, seems you deserve a... You bet I do. Pay up. Farewell. Hey, nice. Fearless Vampire Slayer. Nice. Ik heb er nog een trofee voor ook. Die had ik niet zien aankomen trouwens. 210 coin. Nou, is wel redelijk. Het was niet heel veel moeite, toch? We hebben de quest in ieder geval gehaald. En we moeten nu terug naar de Nilfgaardian Patrol Commander om dit te melden. Oké. Die had ik niet zien aankomen. Vooral om het feit dat ik al zo lang niet bij een Nilfgaardian guy ben geweest met een hogere staat of rank of weet ik veel wat. Dus laten we er maar gewoon heen gaan. Wie weet krijg ik nog extra veel XP door dan deze missie af te ronden. Dus tot zo. Oké, jongens. We zijn in het stadje aangekomen waar we voor de quest moeten zijn. We moeten naar de Nilfgaardian Patrol Commander.
Laten we gewoon met die guy praten. We zien wel wat fucking aan de hand. Dus geen idee hoe hij er ook uitziet of zo. Dit is echt lang geleden dat ik hem in mijn lijstje heb gezet, deze quest. Dat ik hem heb opgepikt. Dat ik heb gezegd, yo man, ik ga dat wel even onderzoeken. Maar nu is het zo lang geleden dat ik geen flauw idee heb. Dus, hallo meneer. Ik pak deze er alvast bij. Ik ben altijd goed voorbereid op dit soort Mongols. Damn, het zwaard is vet. Wat brengt jou hier? Nou, misschien dat ik een quest voor je heb gedaan, Malappy. Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost. Somewhere along the south shore of Lake Windomer. We must know why. Aha, nu leg ik de link, jongens. Dit is de commander van de groep die is omgekomen in die tunnels. They call their village Byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option. A monster. Been to Byways. A vampire was terrorizing the village. This is why they did not return. Ikimari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors. As heroes, your reward, well deserved. Vet. Nou, de contract, the mystery of the Byway murders, gehaald. Kijk, 240 XP, daar blijft dus mijn XP waar ik op wachtte. Al met die XP moet ik natuurlijk levelen en ik heb echt, ja, een rank nodig voor de aankomende gear die ik aan wil trekken. En al dat soort dingen. Ook trofeeën die gelinkt zijn trouwens aan de level. Het level dat je bent. Dus we zijn nu 25,5, om erbij 26. En de volgende part ga ik aan de slag met... Kom op, we sluiten deze. Steeds heb je dezelfde quest eraan. Even kijken, de minste... ding is nu... Deze van 24. Doorslamming Hut. Nou, oké. Shut, trouwens. Doorslamming Shut. Oké. Daar gaan we dus mee praten. Kurt Dysert of zo. Lekker in de volgende video. Dus ik hoop dat jullie het vet vonden. Hebben genoten van dit Witcher contract. Ik vond het zoals gewoonlijk weer episch. Wat we kunnen doen is afreizen naar die plek. Oh, sorry hoor. Ik zie kwaad weer. Dus wat we kunnen doen is afreizen naar die plek. Kijken waar we uitkomen. Daar de part mooi subtiel eindigen. En dan spreek ik jullie in de eerstvolgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Laat in ieder geval een like achter. En tot de volgende video. Van The Witcher 3. Later gasten.